Beste mensen, mag ik u verzoeken om uw plaatsen in te nemen, dan kunnen wij de raadsvergadering beginnen. Dames en heren, geachte leden van de Raad van Hardenberg, ik open de raadsvergadering van dinsdag 25 oktober 2016 en ik constateer dat we goed zijn warm gedraaid. Inmiddels zitten hier vanaf vanmiddag 3 uur 's middags. Wat mij betreft gaan we de vergadering beginnen met de mededelingen van afwezigheid. Van de afwezigheid van een drietal raadsleden. Mevrouw Hof, de heer Mulder en de heer Jonkans. Voorzitter, voorzitter. We zouden toch graag uw hand willen schudden. Oké, okay. Ja, nee, dat lijkt me, als dat hoort bij onze gebruiksvormen. En als u daar prijs op stelt, dat doet mij alleen maar deugd als voorzitter van de raad en van het college. Dus dan denk ik dat het een goed voorstel is. Ik zie de college beweging maken. Voorzitter, voorzitter. Op dit soort momenten baal ik ontzettend dat ik niet kan staan. Ja, ja. Maar dat maakt niet uit. Dit college komt graag bij u. Of u nu zit of staat. Wij gaan een rondje maken. Ik heb nog snel even aan de voorzitter van de vorige oriënterende ronde gevraagd wat hij heeft gedaan om dit zo te bewerkstelligen, de raad zo klaar te maken. En hij discipline, voorzitter, discipline. Precies, pure discipline, ja, dat blijkt wel weer. Goed. We waren bij de mededelingen, die had ik gedaan, mevrouw Hof, de heer Mulder, de heer Jonkhans afwezig. En dat brengt ons bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Mevrouw Kelder en mevrouw Kloekos. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie had gevraagd het stuk woningbouw in Zipklo op de bespreekstukken te zetten. Inmiddels heeft de fractie van Opkoers nu het besproken en kan volgens de fractie naar hamerstukken. Akkoord. Dat betekent dat er een bespreekstuk minder is. Dat kan uw goedkeuring. Ja, dat is akkoord. Dan betekent dat agenda punt 7, woningbouw in Zipklo, schuif ik door naar de hamerstukken. 8 en 9, en dat wordt nu nummer 10, woningbouw in Zipklo als hamerstuk. Dan gaan we door nummeren 11, 12, 13. En ik heb het gevoel dat we met de nummering straks goed komen als ik mevrouw Kloekos het woord heb gegeven. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou inderdaad daarentegen graag een motie vreemd aan de orde van de dag willen agenderen. Betreffen het onderwerp kinderarmoede. Akkoord, dat wordt een bespreekstuk. Dan gaat dat nummer 8 worden. Dat doen we aan het eind van de bespreekstukken. Dus dan hebben we een nieuw nummer 7. Dat is het evaluatie van de vrije tijdseconomie. Dat wordt nummer 7. Nummer 8 wordt de motie van ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid, gesteund door andere fracties, over kinderarmoede. Akkoord? Akkoord, daarmee kunnen we de agenda vaststellen. Dat is het geval. Dat brengt ons dan bij het spreekrecht op de agendapunten. Hebben zich geen mensen gemeld om te spreken? Ook nu niet. Dan kunnen wij door naar agendapunt 4, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Agendapunt 5, vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 september, jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu heeft u geen opmerkingen. Daarmee stellen wij de besluitenlijst definitief vast. Agenda punt 6. Dat gaat over de benoeming van een voorzitter voor de oriënterende ronde. Een lid voor de werkgeverscommissie. De Nestor van de gemeenteraad gaan wij installeren. Althans aanwijzen. En een eervol ontslag voor de derde loco, Grevier. En dat allemaal om de vacatures zeg maar weer opnieuw in te vullen. Het gaat om personen, maar als u zegt van bij algemene stemmen kunnen we dit aanvaarden, dan kan ik dat in één keer afhameren en anders wordt het een schriftelijke stemming. Het is een waarschuwing. En ik zie dat u ook zegt van in dit geval om die discipline erin te houden vanavond, kunt u met algemene stemmen dit voorstel aanvaarden. Akkoord. Dank u wel. Dan hebben we agenda punt 6 ook behandeld. Mevrouw Kel, Nestor van deze raad. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil iedereen hier in de raad bedanken voor zijn, haar vertrouwen in mij om als Nestor hier in de raad te mogen functioneren. Dank u wel. Mooi. We zijn blij dat u dat ook heeft willen aanvaarden.
het Nestorschap. En we zullen zien hoe u dat gaat invullen. De bespreekstukken zoals gezegd. Nieuwe nummering, agendapunt 7. De evaluatie van de vrije tijdseconomie en de doorontwikkeling daarvan. Er is eerder oriënterend over gesproken. En omdat ik als portefeuillehouder moet optreden, wil ik vragen of de heer Breukeman het voorzitterschap over wil nemen. Goed, wie mag ik op dit punt van de agenda het woord geven? Kies de heer. Botters hier. De heer Odink, ga u gaan. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de vaststelling van het raadsvoorstel evaluatie vrije tijdseconomie en doorontwikkeling. De kern van dit raadsvoorstel is duidelijk. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de evaluaties, kennis te nemen van het proces rondom de doorontwikkeling van de vrije tijdseconomie en om het budget van 50.000 euro structureel beschikbaar te stellen via de besluitvorming bij de begrotingsbehandeling 2017 en de meerjarenraming. Voorzitter, onze fractie ziet het belang van deze doorontwikkeling. Onze fractie ziet het belang van de belangrijke sector voor Hardenberg. Ook zijn wij voor het beschikbaar stellen van het genoemde budget. De vrije tijdseconomie is een belangrijk onderdeel op de kwaliteit van de kwaliteit op het gebied van wonen, werken, verblijven en recreëren. Maar waar wij niet tevreden over zijn, maar eerder teleurgesteld, zijn de genoemde evaluaties in het raadsvoorstel. Met name de evaluatie van Stichting Recreatie en Toerisme. Voorzitter, tijdens de oriënterende ronde hebben we meerdere fracties hierover vragen gesteld. En het beeld blijft hangen dat er onvoldoende en diepgaand verantwoording in deze evaluatie ter uiting is gekomen. Tevens wordt in het raadsvoorstel aangegeven dat de kwartiermaker inmiddels bezig is met de ontwikkeling van de langetermijnagenda. Maar de uitkomst hiervan willen wij als raad niet alleen voor kennisgeving aannemen. Wij willen deze lange termijn agenda en actieplan inderdaad terugzien als een bespreekpunt. En de mogelijkheid hebben om deze te kunnen toetsen op beleidskaders. Voorzitter, omdat wij als fractie en met mij de gehele raad de evaluatie te mager vinden en wij de lange termijn agenda graag als discussiedocument willen terugzien in de raad, hebben wij een amendement ingediend waarvan het dictum luidt: als eerste de evaluaties van de Stichting Recreatie en Toerisme en Informatiepunt ter kennisgeving aan te nemen en deze te wijzigen in de evaluatie van de Stichting Informatiepunt ter kennisgeving aan te nemen. En onder punt 4 van het dictum, de zinsnede, na vaststelling van het actieplan en nadat u hiervan kennis hebt kunnen nemen, stelt het college de middelen dan niet, al dan niet beschikbaar voor de uitvoering van het actieplan, te wijzigen in na vaststelling van het actieplan en na bespreking en instemming van de raad stelt het college de middelen beschikbaar voor de uitvoering van het actieplan. Voorzitter, we hebben al aangegeven dat wij de evaluatie van de Stichting Recreatie en Toerisme onvoldoende vinden. Tevens bestaat er onduidelijkheid over het voortbestaan van het informatiepunt. Dat vinden wij onwenselijk. Wij zien voldoende toegevoegde waarde voor de fysieke aanwezigheid van een informatiepunt. Het is om die reden dat wij als fractie en als raad hierover meer duidelijkheid willen krijgen. Om deze reden hebben wij de volgende vragen aan de portefeuillehouder. Bent u het met ons van mening dat de evaluatie zoals deze is verwoord in de bijlage van het raadsvoorstel onvoldoende diepgaand en deugdelijk is geëvalueerd en daarmee ontbreekt aan een financieel sluitende evaluatie in relatie met de behaalde doelen? Ziet u mogelijkheden voor een sterk verbeterende en inhoudelijke evaluatie van de Stichting Recreatie en Toerisme? Voorzitter, we zijn benieuwd naar de reactie van de portefeuille hierop. Wij geven mee dat met ons de gehele raad een motie heeft voorbereid die het afhankelijk van uw reactie al dan niet in stemming zal worden gebracht. En het dictum van deze motie luidt om voor 31 januari 2017 aan de Raad een inhoudelijke financiële verslaglegging en evaluatie van de gemaakte kosten in relatie met de behaalde doelen van de Stichting Recreatie en Toerisme aan te bieden. Aanvullend, voorzitter, een vraag aan de portefeuillehouder over het voorbestaan en onderkomen van het informatiepunt.
Bent u het ook met ons van mening dat het belangrijk is dat een fysiek herkenbaar informatiepunt van belang is voor het gastheerschap van Harderberg? En ziet u daarvoor mogelijkheden en een belangrijke voorwaarde om als onderdeel van de lange termijn agenda om een dergelijk informatiepunt te handhaven? Graag willen wij hier ook een reactie van de portefeuillehouder. En om ook alvast hier een uitspraak over te doen, ook hierover, voorzitter, houden wij een motie achter de hand. Ook deze motie is door de gehele raad ingediend en hiervan luidt het dictum om als onderdeel van de lange termijn agenda en komende actiebeleidsplan als voorwaarde een fysiek herkenbaar onderkomen van het informatiepunt te continueren of gecontinueerd wordt. Tot zover mijn bijdrage. Begrijp ik goed dat u de moties wel indient, maar nog afwacht of u ter werking in stemming brengt? Ja. Oh, akkoord. Dan nummeren we ze ook gewoon in 1 en 2 naar de volgorde waar u ze hebt ingediend. Geen vragen. De heer Nijhoff, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Aan de orde het voorstel evaluatie vrije tijdseconomie en doorontwikkeling. De heer Oorink heeft al een aantal punten benoemd, maar ik zal ook de bijdrage vanuit de CDA-fractie aan u presenteren. 14 dagen geleden in de OR al heel veel vragen gesteld naar aanleiding van de stukken bij dit raadsvoorstel. Vragen die naar de mening van de CDA-fractie vooral het gevolg zijn van het ontbreken van het goede gevoel bij de resultaten van de afgelopen periode van met name de Stichting Recreatie en Toerisme. Signalen en onbegrip van organisaties die met minder gemeentelijke ondersteuning en dus vooral vrijwilligersinzet een bijdrage leveren aan diezelfde sector. En last but not least het ontbreken van een evaluatie die afdoende antwoord geeft op dat magere gevoel. Vandaar dat de CDA-fractie mede indiener is van de motie die is ingediend door de ChristenUnie net voor een inhoudelijke financiële verslaglegging en evaluatie van de Stichting Recreatie en Toerisme. Naast dat magere gevoel is het voor ons als CDA-fractie ook onduidelijkheid over de diverse geldstromen die er zijn, ook onderling tussen diverse stichtingen. Dat maakt het moeilijk om je een totaal beeld te vormen. Als CDA-fractie zouden we de portefeuillehouder dan ook willen vragen om een totaal overzicht, inclusief de diverse kruislinkse stromen binnen de sector, en deze te verstrekken aan de Raad. Dat is dus een vraag. In de OR van 14 dagen geleden heeft de CDA-fractie aangegeven dat de gevraagde 50.000 voor de sector recreatie en toerisme niet ter discussie staat. We zien het economisch belang van deze sector voor onze gemeente Hardenberg en haar ondernemers. Nog afgezien van het grote aantal vrijwilligers dat zich hier mede voor inzet en waar we als CDA-fractie ook de waardering voor uit willen spreken. Daarom is er ook gevraagd naar een plan met duidelijke doelstellingen, zodat we als raad meer handvaten krijgen met als doel natuurlijk dat we een volgende keer wel met een goed gevoel naar de ondersteuning kunnen kijken. De portefeuillehouder heeft de vorige keer aangegeven wel door te willen, ook met een nieuw stichtingsbestuur en met invulling die concreter is en met duidelijke doelstellingen. Op basis van de rapportage van de kwartiermaker zullen we dat als raad beoordelen en stellen ons op het standpunt dat het college de middelen beschikbaar stelt nadat wij daar als raad over zijn geïnformeerd en daarmee hebben ingestemd, zoals ook net verwoord, in het amendement wat is ingediend. Als CDA-fractie vorige keer aangegeven dat de krachtige aansturing en een groot draagvlak onder de ondernemers wordt gevraagd en nodig is. Wij beseffen dat dat geen sinecure is binnen zo'n pluriforme sector met diverse belangen. De CDA-fractie hoopt van harte dat de regierol door de gemeente zodanig krachtig wordt opgepakt dat er een krachtigere samenwerking gaat ontstaan in deze zo belangrijke sector voor onze gemeente. De kunst zal zijn om de kracht van de diverse ondernemers optimaal te benutten. De juiste mate van regierol nemen is mensenwerk en zal invoelingsvermogen en adequaat en creatief handelen vereisen. Uitgangspunt bij de krachtenbundeling, lezen we in het voorstel, is dat de goede dingen behouden worden, maar dat we ook durven loslaten waar nodig.
In de oorronde heeft de portefeuillehouder gezegd dat een fysiek informatiepunt slechts één van de onderdelen is in een groter geheel. Dat zal worden opgesteld in het plan en dat de sector hierover besluit. Als CDA-fractie zijn we echter van mening dat het IP-punt de afgelopen jaren nadrukkelijk in een behoefte heeft voorzien, mede gezien de forse stijging van de bezoekersaantallen. Het is een fysieke plek waar het aan het element gastheerschap daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven. Het is ook concreter dan een website. Vorig jaar hebben wij ons mede ingezet voor de verlenging van het fysieke IP-punt. En die lijn willen wij nu doorzetten als één van de voorwaarden voor de op te stellen business case en lange termijn agenda. Vandaar dat de CDA-fractie mede indiener is van die motie waarin dit wordt beoogd. Ik rond af. De CDA-fractie is zich goed bewust van het grote belang van de sector recreatie en toerisme voor de gemeente Hardenberg en in breder verband het Vechtdal. En alle ondernemers en vrijwilligers die daarin actief zijn. Voor ons staat de gevraagde 50.000 niet ter discussie, maar wel onder de voorwaarden van duidelijke doelstellingen en de ingediende moties en het amendement. Dat was de inbreng van de CDA-fractie. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Potten. Voorzitter, samen met de portefeuillehouder Recreatie en Toerisme streeft op koers naar een sterke vrije tijdsector. We zijn erop gericht deze te ondersteunen en het is een belangrijke groeisector. Ook in Hardenberg. Een sector die bovendien een belangrijke drager is voor een vitaal en leefbaar platteland en tevens belangrijk voor de werkgelegenheid en regionale economie. Vaak zijn het jonge mensen die in deze sector een baan vinden. Voorzitter, groei is nog steeds mogelijk. Grote groepen mensen bereiken straks de pensioengerechtigde leeftijd. En naast een zinvolle dagbesteding of bijdrage in allerlei maatschappelijke functies, heeft deze groep ook vrije tijd en vaak ook geld te besteden. Onze gemeente biedt veel op het gebied van natuur, landschap, cultuur en entertainment. Ook deze groep moeten we kunnen bedienen. Voorzitter, onze gemeente heeft een goede reputatie als binnenlandse vakantiebestemming. Vanuit verschillende windrichtingen weten bezoekers ons te vinden. Goede promotie is daarvoor een absolute voorwaarde. En onze natuur en het verkwikkende landschap zijn belangrijke eigenschappen waarmee we de toeristen kunnen trekken die de batterij weer willen opladen. Jongeren die op vakantie willen, maar niet meer willen kamperen, kunnen we verleiden met luxe kamperen. En belangrijk is ook dat onze gemeente aantrekkelijk is en blijft voor dagrecreanten uit onze eigen provincie of van elders. Zo kunnen we trends, nieuwe producten en het ontdekken van nieuwe doelgroepen met elkaar verbinden. Een goede samenwerking tussen verschillende sectoren zoals sport, cultuur en cultuurhistorie is hierbij belangrijk. Een fysiek informatiepunt maakt in onze optiek deel uit van die goede samenwerking. De moties en amendementen die door de ChristenUnie zijn ingediend en op voorhand nog even achter de hand worden gehouden, worden door ons ten volle ondersteund. Voorzitter, we hebben innovatieve en betrokken mensen nodig om de sector krachtig en gezond te houden en te versterken. Zowel in de rol van bestuurders als van ondernemers. Als op koers kijken we positief naar initiatieven die binnen de sector iets toevoegen en daarbij ook nog eens nieuwe vernieuwing en ondernemerschap stimuleren. Kennis over de sector en lange termijn ontwikkelingen worden steeds belangrijker. In deze tijd is er de begrijpelijke neiging om te besparen op bijvoorbeeld de kosten. Maar groei veronderstelt ook durven investeren in lange termijn kansen. Daarvoor is het nodig dat de kwartiermaker volop de gelegenheid krijgt de zaak in de stijgers te zetten. Vandaar dat op koers het voorliggende stuk kan ondersteunen. Tegen de achtergrond dat de regielijnen binnen de portefeuille recreatie en toerisme de afgelopen 3 jaren behoorlijk wat strakker hadden gemogen, verwachten we de komende periode de effecten van efficiënte besteding van belastinggeld ten behoeve van de recreatiebranche. Dank u wel, heer Botter. Is er nog
verdere behoefte om te reageren in de eerste termijn. Ik zie mevrouw Van den Hoek. Ja, uiteraard. We geven het woord aan mevrouw Van den Hoek namens GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Als er niemand verantwoordelijk was voor het geheel, er geen visie of strategie was te vinden, weinig of geen gestructureerde financiële bijdrage vanuit de sector zelf is geweest, geen verdienmodel is vormgegeven, waardoor geen gestructureerde relatie met ondernemers met uitzondering van de website heeft plaatsgevonden, doelstelling economische waardevergroting zonder nadrukkelijke participatie van ondernemers, economie dragen zelf, is uitgevoerd. Wat hebben we in vredesnaam dan leidzaam 3 jaar lang aangezien als raad? Als dan uiteindelijk het product een website is waarvan wordt geconcludeerd dat het allerbelangrijkste onderdeel, namelijk de inhoud, die weergeeft hoe geweldig onze gasvrije omgeving is en waarom mensen hier naartoe zouden moeten komen, niet terug te vinden is. Hebben wij dan als raad liggen slapen? Hebben wij dan recreatie en toerisme hun gang laten gaan? Hoe mooi is het dan dat een amendering er nu komt waarin we zeggen, het is heel mooi, ga het plan van aanpak maar doen met zo'n kwartiermeester. Maar wij gaan bepalen en niet ter kennisgeving, maar wij gaan medeverantwoordelijkheid pakken en zeggen, wij stemmen in of niet met plan van aanpak. Vinden wij een goede, daarom steunen wij die ook van harte. Het kan niet waar zijn dat wij dit afschuiven alleen op recreatie en toerisme. Wij waren daar wel bij. En als wij smart besturen, moeten we ook smart ons beleid neerleggen en daarin kaderstelling helder maken hoe wij dan graag willen zien. Het gaat niet over die 50.000 euro. Het gaat wel over gezamenlijke participatie, ook namens deze raad. En dat geldt ook voor het IP-punt. Wij hebben een levensduur verlengd. En we willen opnieuw kijken of het toegevoegde waarde heeft. Dat betekent dat wij als raad, als opdrachtgever, beter vinger aan de pols moeten houden en niet achteraf moeten piepen dat het werk niet goed is gedaan. Dank u. Dank u wel voor uw bijdrage. Verder geen behoefte, dan ga ik naar het college. Voor de beantwoording van de eerste ronde. Het woord is aan burgemeester Snijders. Ja, u mag mij ook wel introduceren als portefeuillehouder voor toerisme. In dit geval doe ik dat wat liever. Dank, voorzitter, in ieder geval. Laat ik positief beginnen dat ik blij ben met de steun vanuit uw raad voor het toeristische veld en de recreatiesector. Ongelooflijk belangrijk. Ook ik als portefeuillehouder vind dat wel belangrijk. Het is een van de speerpunten in het economisch beleid binnen onze gemeente. En als u zegt van, nou, wij willen de komende jaren in principe die steun blijven verlenen, dan kan ik daar alleen maar blij mee zijn. Tegelijkertijd, als we dan achterom kijken, en dat hebben we al een paar keer nu gedaan, constateer ik dat uw raad, en de heer Nijhoff verwoordt dat denk ik wel heel mooi, nog steeds niet het goede gevoel heeft bij wat er ligt en wat er aan evaluaties ligt en hoe het proces is gelopen de afgelopen jaren. En nee, ik heb dat ook al eerder gezegd, dat gevoel dat deel ik. Ook ik ben daar ontevreden over. Tegelijkertijd constateer ik ook dat het een bewuste keuze is geweest in december 2012, toen de visienota verblijven, verbinden en vermaken, zoals die zo mooi heet, ik heb hem hier voor me liggen, toen die nota is vastgesteld door de raad, dat heel erg is gezet, de ondernemers zijn in de lead. De ondernemers maken de agenda en zij gaan bepalen de komende jaren wat er moet gebeuren. Onder één hele grote doelstelling, de economische waarde vergroten in deze gemeente. En dat is tegelijkertijd natuurlijk ook een hele globale doelstelling. Maar dat was wel de hoofddoelstelling die is geformuleerd. En daarvan hebben wij met elkaar, gemeenteraad, college, de sector op pad gestuurd. En ik kan ook wel zeggen dat zij met heel veel enthousiasme daarmee aan de slag zijn gegaan. Alleen, na 4 jaar moet je ook constateren van, ja, hoe breed is dat nu gedragen en dat wat er ligt, wat voor effect heeft dat nu gehad?
En als ik hier om me heen kijk, ik kijk zo naar de raadzaal, ik wil niemand beledigen in het bijzonder, constateer ik dat ik eigenlijk die hele recreatiesector hier ook vanavond niet op de publieke tribune zie. Behalve dan de intermediairs. De mensen die ook als trekker dienen, zeg maar die niet zelf uit die sector komen. Dus dat is ook wel heel opmerkelijk. Terwijl we het hebben over het vervolg, over de recreatiesector en de vrije tijdseconomie. En dat is waar ik ook tegenaan loop als portefeuillehouder. Dus er moet wat gebeuren om te kijken van wat willen zij, wat houdt hen bezig en wat moet er gebeuren. Want wij kunnen als gemeentebestuur wel enthousiast zijn over dat we iets met die sector willen. En ik denk ook dat er iets moet gebeuren en dat is ook wel wat ik hoor uit de sector zelf. Maar tegelijkertijd zie ik ook, ik geloof dat de heer Botten zei van we moeten zoeken gedreven enthousiaste ondernemers die dat willen gaan doen. Uit de sector zelf. Ik denk dat we daar nog heel hard naar moeten gaan zoeken. En dat is ook het werk waar de kwartiermaker voor is. Om dat de komende maanden te doen. Daar hebben we november en december voor. En u heeft gezegd van we willen in januari daar die lange termijn agenda zien. Met een uitgewerkt plan. Of in ieder geval een plan van aanpak. Dat heb ik u toegezegd ook. Dat staat ook in het voorstel. We hebben daar nog een knip in aangebracht. Ook op uw verzoek. Maar ik begrijp dat u in die zin nog een stap verder wilt gaan. En zegt van ja, die willen we niet alleen bespreken, de kennisname nemen, maar bespreken. Maar we willen hem ook zelf vaststellen in plaats van het college. Daar mag ik ook uit afleiden dat het u ook heel erg belangrijk vindt, maar daarmee ook over het college heen naar de sector een signaal wilt afgeven van wij willen investeren in de sector, maar dan moet de sector zelf ook in beweging gaan komen. Zo vertaal ik de oproep dan ook maar. En volgens mij moeten we dat ook op die manier gaan wegzetten in de richting van de recreatiesector, dat het nu of nooit, maar in ieder geval nu wel een heel belangrijk moment is om op de lijn te komen en te zeggen wat er moet gebeuren. En daarbij zijn inderdaad de voorstellen die door u, door de verschillende fracties zijn genoemd, ondernemerschap stimuleren, kennis delen, investeren, dat zijn de zaken die de komende jaren aandacht moeten krijgen. En dat moeten we in die lange termijn agenda zien te vervullen. U vraagt om eigenlijk nog een nieuwe evaluatie. En ik vind dat best een lastige. Omdat er ligt een evaluatie van de Stichting Recreatie en Toerisme. Er ligt een evaluatie van het informatiepunt. En we hebben daar overheen een evaluatie gedaan. En we hebben vervolgens twee deskundigen gevraagd om hun oordeel daarover te geven. Als deskundigen, zeg maar. En ik merk dat u nog steeds niet het goede gevoel heeft. Bij met name de evaluatie van de Stichting Recreatie en Toerisme. En nou wil ik kijken hoe ik daaraan tegemoet kan komen. Want als u zegt dat er nog een evaluatie moet komen, dan moet die er komen. Maar dan vraag ik u wel, dan zou ik van u wel als raad een handreiking willen hebben wat daarin moet staan. En ik hoorde gelukkig al iets zeggen over moet vooral een financiële onderbouwde evaluatie zijn. Maar daar zou ik nog wel benieuwd naar zijn. Wat verwacht u van die evaluatie? Want straks kom ik in januari met een nieuwe evaluatie, de vierde dan zo'n beetje. En dan wil ik wel zeker weten dat ik de goede evaluatie op tafel heb liggen. Dus ik wil heel graag weten, waar bent u naar op zoek? Wat zoekt u? Dat is wel de kern van de vraag. Wat wilt u weten? Want dan kunt u mij op pad sturen en dan kan ik ook aan die vraag tegemoetkomen. En dan kan ik die ook beantwoorden. Want die vraag die moet beantwoord worden. Maar dan moet ik wel scherp hebben van wat zoekt u? Is het een financiële onderbouwing? Is het een procesevaluatie? Is het een inhoudelijke evaluatie, waar ook al heel veel materiaal voor ligt, zeg ik u er eerlijk bij. Maar dat zou ik heel graag scherp willen hebben. En dan kan ik daar ook een antwoord op geven of ik aan uw wensen tegemoet kan komen. Tot zover, voorzitter. In eerste instantie. Akkoord. Dan ga ik vragen of er behoefte is aan een tweede termijn. Of schorsing. Of tweede termijn, zie je de heer Oding, zie je de heer Nijhoff, de heer Botter. Hetzelfde kwartet, zullen we maar zeggen. Mevrouw van de Hoek, laat u beginnen. Dank u wel, voorzitter. Wat de portefeuillehouder op laatst zei, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke als je gaat hebben over volgstappen. Wat voor evaluatie wil je nog meer hebben? Wat onze fractie betreft, zou het misschien zelfs meer moeten gaan over hoe denkt de sector zelf bij te dragen aan die extra middelen om te komen tot de vervolgstappen. Misschien is het niet het wensenlijstje, maar een eigen inzet. Ik heb ooit een andere wethouder horen zeggen, als je middelen ter beschikking stelt, moet dat voldoende stimuleren.
maar net te weinig zijn om het om lui te worden. Dus hoe denken zij dan deze middelen in te gaan zetten om een beter resultaat te halen dan tot nu toe? Als daar een voorzet zou kunnen komen met de evaluaties die er liggen, zou het voor ons al duidelijker zijn. U kijkt daarmee ook al een stap richting de toekomst, maar ik weet niet of het helemaal past bij de evaluatie, maar daar komen we zo denk ik op. Ik ga eerst naar de heer Botten. Dank u wel, voorzitter. Die vraag die de portefeuillehouder recreatie en toerisme gesteld heeft, is wat ons betreft heel eenvoudig te beantwoorden. Het antwoord wat wij willen hebben is op de volgende vraag. Is het geld, en dat is in totaal 300.000 euro is dat geweest, 3 ton is daar naartoe gegaan. Is dat op een adequate wijze, is dat besteed? En zijn de doelstellingen die oorspronkelijk gerealiseerd of geformuleerd zijn, zijn die ook in de breedste zin van het woord naast de feiten die er al liggen, zijn die op correcte wijze besteed? En tegen de achtergrond dat dat geld is opgehoest door de burger die dat via belastingen naar het gemeentehuis toebrengt. En dat is bij ons de kern van de vraag. Dank voor de perceptie van op koers. Kom ik bij de heer Nijhoff. Dank u, voorzitter. Het gaat natuurlijk in eerste instantie ook om een financiële verantwoording. En daar is bij niet alleen van belang de inbreng vanuit de gemeente, maar ook wat was de inbreng van de sector zelf, financieel gezien. En inhoudelijke evaluatie, wat waren de doelen en wat is ermee gerealiseerd? Dank u wel. De heer Odink. Ik heb daar niet meer zo heel veel aan toe te voegen, maar het is inderdaad, en ik heb er ook in mijn bijdrage aangegeven, hè, dus een financiële verantwoording in relatie met de doelstellingen zoals die zijn gehaald. En ook meneer Botter met name heeft dat mooi verwoord. Dus dat is voor ons met name de kern, omdat we destijds ook als fractie schoorvoetend zijn meegegaan. Met dit plan zijn we daar wel zeer in geïnteresseerd. Voorzitter, mag ik dan de heer Odink de vraag stellen? Ga uw gang. Alhoewel ik mede indienen van de motie, snap ik de gedachtegang van portefeuillehouder wel. Dus vraag aan u dan, en dus ook naar meneer Nijhoff en meneer Botter. Voegt dat dan in het licht van de evaluatie die er nu liggen, hè, dat het niet goed is, voegt dat dan echt nog iets toe? Is dat dan ik zie daar iemand anders heel hard knikken. Maar wat voegt dat toe dan, behalve dat we geconcludeerd hebben wat er ook gebeurd is, dat het in ieder geval onvoldoende was? Ik wil er wel een antwoord op geven. Kijk, wat het toevoegt is, als college, als raad, geven wij, zeg maar, subsidies, geven wij geld. En het is ook een taak van de raad om ook te controleren of dat soort gelden, zeg maar, financiële middelen, adequaat zijn besteed. En uit de huidige evaluaties kan ik dat onvoldoende en kan ik dat, zeg maar, niet voor mijn rekening nemen. Dat zit er met name achter. Het is niet op een gegeven moment een kwestie van naschoppen, of op een gegeven moment, maar het is meer een kwestie van, want de Stichting Recreatie, die hebben inderdaad veel goede dingen gedaan. Alleen, de evaluatie is onduidelijk. Die is te maken. En ik wil op een gegeven moment ook die rol als raadslid, wil ik ook mijn verantwoordelijkheid kunnen nemen bij een goede verslaglegging en controle achteraf. Dan heb ik u in ieder geval in beginsel al goed begrepen. Dank u wel. Ja, mag ik daar ook iets aan toevoegen? Ga uw gang. Ja, ik vind dat ook. Je hebt een stukje verantwoording nodig. Maar het zou ons ook kunnen helpen bij de volgende evaluatie. Ook een stukje leereffect waarschijnlijk. Dus daar ben ik ook naar op zoek. Maar voorzitter, het heeft ook niet zozeer te maken met dat ik de vraagstelling niet begrijp, omdat ik de motie mede indien, maar dat het soms wel heel lastig is voor toehoorders om te begrijpen waarom wij nogmaals deze vraag stellen vandaar. Akkoord, maar als ik de bijdragers van op koers van de ChristenUnie en van het CDA beluister, en daarmee een meerderheid van uw gremium, dan zegt u eigenlijk tweeledig. Een inhoudelijk financiële verslaglegging en evaluatie van de gemaakte kosten in relatie tot de behaalde doelen. En dat heeft u ook in uw dictum voorgedragen. Dus veel meer helder dan dat kunnen we het volgens mij niet krijgen. Voorzitter, maar werpt wel de vraag op of dat voor de portefeuillehouder recreatie en toerisme ook voldoende is. En dat die bij wijze van spreken ook nu als antwoord, of misschien wel zelfs als een toezegging,
aan kan geven dat hij voor zo'n dergelijke evaluatie wil gaan zorgen. Misschien is het dat goed zou dat een motie kunnen schelen. De portefeuillehouder vragen om daarop te reageren. Voorzitter, als ik nog even tussendoor mag, er ligt nog een vraag van mevrouw Van der Hoek. Het antwoord van de heer Oording is tevens het antwoord aan GroenLinks, mevrouw Van der Hoek. En in derde instantie zijn we natuurlijk ontzettend nieuwsgierig of de vraagstelling, de beantwoording van de vraagstelling van de portefeuillehouder, of dat een beetje matcht met zijn gedachten ten aanzien van het voorliggende stuk. Daar komen we op korte termijn achter. Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, het amendement is op zich wel helder, maar ik ben erg blij met de toelichting die gegeven wordt door de verschillende raadsleden om toch wat gevoel erbij te krijgen en wat inkleuring van ja, wat is dat dan wat bedoeld wordt met de verantwoording en het onvoldoende diepgaand op dit moment wat er ligt, zeg maar, en de beleidskaders kunnen beoordelen. Wat ik hoor net de heer Nijhoff zeggen van ja, wat waren de doelen, dat je die omschrijft. Nou, volgens mij staan die heel helder in de visienota. Ik kan ook niet anders dan dat als uitgangspunt nemen. Dus mijn voorstel zou zijn om aan de hand van de visienota, de voorwaarden die we daar gesteld hebben, en dat zijn organisatorische voorwaarden, dat zijn financiële voorwaarden, nou, die heb ik u ook allemaal duidelijk horen stellen, en dat aan de hand van de rollen, zeg maar, dat we aan de hand daarvan de evaluatie gaan opbouwen. Want dan heb je ook daarmee de doelen, zeg maar, eigenlijk omschreven zoals we die als raad en als gemeentebestuur, zeg maar, hebben verwoord in die visienota. Dat is waar we ze mee op pad hebben gestuurd. Dan zullen we daar aan de hand daarvan ook de beoordeling gaan doen. En ik hoorde ook de heer Nijhoff zeggen, van, ja, het gaat om verantwoording, maar het gaat ook vooral om leereffecten. Hè, voor volgende processen waarin we terechtkomen. Nou, en dat komen we al heel snel met de sector natuurlijk. Dus het helpt mij, in die zin helpt het mij wel om een antwoord te geven op de vraag van de raad. Dan kunt u met dit amendement uit de voeten. Ja, op deze manier wel, met deze inkleuring. Met ook de constatering hier, dat ik tegen u zeg van, volgens mij moeten we op die drie lijnen de verantwoording gaan afleggen. Wat waren de doelen? Wat waren de organisatorische voorwaarden, de financiële voorwaarden? En hoe hebben we de rollen ingevuld? En dan ook voor alle duidelijkheid, zeg ik erbij, dat is een evaluatie die wij zelf vanuit het college gaan opstellen. Wellicht met behulp van de stichting, maar ik hou hem wel dicht bij mij in die zin van dat ik zelf die evaluatie diepgaander ga opstellen en naar uw raad kom. En daarmee hoop ik invulling te geven aan uw amendement. Dan ligt er nog een tweede punt. Ik denk dat u dan bedoelt de motie. Sorry, de motie. Dat is de motie. Ja, dat is de motie. Dat is de motie die er inderdaad ligt. Want het amendement gaat in op de behandeling, het procesvoorstel, hoe u dat wilt doen. Nou, wat mij betreft is dat ook helder. Ik heb hem gedacht vanuit de rolverdeling. Het college zit in de uitvoering. De raad stelt de kaders en controleert om op die manier die knip te maken. Maar ik heb hem net ook verwoord, hè, zoals ik dat net zei. Want u wilt daarmee ook een duidelijk signaal volgens mij naar de sector ook aangeven van het is ons menens. We zitten er heel dicht op als raad. Dus daarom willen we dat zelf behandelen. En zelf ook dat in de vergadering vaststellen, die lange termijn agenda. Dus ook die toezegging als portefeuillehouder zeg ik van. En vanuit het college is dat akkoord om dat op die manier dat proces in te gaan vullen. Dan ligt er nog een derde punt. En dat is het informatiepunt ook. Ik heb eerder gezegd van er zijn andere gedachten in de landen hoe je omgaat met informatiepunten. Maar daarbij geldt ook, en dat heb ik ook eerder gezegd, dat het heel goed mogelijk is om ook een fysiek informatiepunt te hebben in de gemeente op verschillende plekken. Nou, die zijn er ook. Ik heb uw raad ook horen zeggen dat u het waardeert dat er een fysiek informatiepunt in het centrum van Hardenberg is. En dat u ook zegt van nou, wij vinden het belangrijk om die in de benen te houden. Nou, vanuit het college vinden we dat ook belangrijk getuige, het feit dat we hem tot nu toe ook in de benen hebben gehouden. En wat mij betreft ligt daar ook een toezegging in de zin van dat we het informatiepunt ook als fysiek punt zeg maar, financieel kunnen steunen vanuit die 50.000 euro wat mij betreft dan op dit moment. En dat kan later misschien veranderen, maar laten we zeggen om duidelijkheid te geven ook vanaf dit punt
daar een stroom voor beschikbaar te houden, een financiële stroom. Daarmee het fysieke informatiepunt in de benen te houden. Maar tegelijkertijd ook wel met de sector kijken van, is dat nou de goede plek? Moet het fysiek blijven of niet? Maar de toezegging ligt er vanuit het college om te zeggen, oké, het informatiepunt vooralsnog. Maar we blijven dat steunen, tenzij de sector vindt zelf dat dat anders moet worden ingevuld. En volgens mij, voorzitter, heb ik daarmee antwoorden gegeven op de vragen die er lagen en de moties die daar ook achter hangen, zeg maar, als inhoud. Heer Olink. Voorzitter, zouden we even 5 minuten kunnen schorsen? Absoluut. Ja, dank u wel. Schorsen we voor 5 minuten. Dames en heren, de 5 minuten zijn zo langzamerhand ook wel een keer verstreken. Dus ik zal toch iedereen vriendelijk willen verzoeken om weer plaats te nemen. Dan open ik weer de vergadering. Wij waren gebleven bij het vernieuwde agendapunt 7. Zijnde de evaluatie vrije tijdseconomie en doorontwikkeling. We hebben 2 termijnen gehad van vragen en beantwoording. Er is een schorsing geweest aangevraagd door de heer Odink. En dan is het in het huis een goed gebruik om u als eerste het woord te geven. Dank u wel, voorzitter. We hebben een als voltallige raad, zeg maar, een amendement ingediend. Die willen we handhaven en dus ook in stemming brengen. Daarnaast hebben we 2 moties ingediend. We vinden, gelet de reactie van de portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, dat we motie 1, daar waar het betreft de evaluatie van de Stichting Recreatie en Toerisme, voldoende harde toezeggingen, dat we zeggen van oké, deze motie brengen we niet in stemming. En motie 2, voor wat betreft zeg maar de verlenging van het informatiepunt, die brengen we wel in stemming. Dus die willen we wel indienen. Akkoord. Dan blijven er op dit onderwerp 1 amendement en 1 motie over. Willen anderen daar nog op reageren? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming op dit punt. En dat beginnen we met het amendement. Dat eigenlijk een proceswijziging ook in zich heeft. U heeft het al dan ook van tevoren gesteund. Ik kijk toch nog even rond. CDA voor, ChristenUnie voor, GroenLinks, VVD, D66 op koers en de Partij van de Arbeid. Dan is het amendement daarmee aangenomen. Ga ik over tot het voorstel zelf. Wil iemand gebruik maken van een stemverklaring? Niet het geval. Ook bij de stemming. CDA voor, ChristenUnie voor, GroenLinks, PVD, D66 op koers en Partij van de Arbeid. Akkoord. En dan is er 1 motie overgebleven. Waarvan het dictum luidt, draagt het college op als onderdeel van de lange termijn agenda en het komende actiebeleidsplan als voorwaarde een fysiek herkenbaar onderkomen van het informatiepunt gecontinueerd wordt. Dat is dus de motie die ter tafel ligt. Die breng ik in stemming. CDA voor, ChristenUnie voor, GroenLinks, VVD, D66 op koers en Partij van de Arbeid. Al dus besloten. Dan gaan we verder naar agenda punt 8. En dan geef ik de hamer denk ik weer over aan de burgemeester. Akkoord. Agenda punt 8 is aan de orde. Motie vreemd aan de orde van de dag. Kinderarmoedebestrijding. Ik geef het woord aan mevrouw Kloekhorst van de Partij van de Arbeidsfractie. Dank u wel, voorzitter. Een groot aantal kinderen leeft in armoede, ook in Hardenberg. Ze kunnen niet meedoen omdat hun ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld sport, een schoolreisje of gezond eten. Dit is in strijd met ons streven naar een inclusieve samenleving en de uitgangspunten van de sociaal-democratie. Mee kunnen doen en gelijke kansen zijn rechten van ieder kind, ongeacht afkomst of achtergrond. Gelukkig is Hardenberg een gemeente met armoedebeleid specifiek ook gericht op kinderen, met concrete regelingen. Deze moeten toegankelijk zijn en met zo min mogelijk lange procedures en voorwaarden toegekend kunnen worden aan kinderen. Het kabinet heeft aangekondigd dat er 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt
voor de bestrijding van kinderarmoede in Nederland. Dit zijn geoormerkte gelden die beschikbaar komen via het gemeentefonds, dus ook voor Hardenberg. De Partij van de Arbeid dient daarom namens alle fracties van de Raad een motie in waarvan het dictum luidt de Raad te informeren welke middelen en regelingen de afgelopen 4 jaar zijn ingezet om armoede onder kinderen te bestrijden en te komen tot een plan van aanpak hoe de extra middelen van het Rijk ingezet kunnen worden in relatie tot het staande beleid met inachtneming van de kaderstelling. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Ik kijk eerst even in de richting van de Raad. Of er vragen zijn, opmerkingen nog over deze motie die aan de orde is. Hij wordt breed gesteund, dus op zich niet verwonderlijk. Geen vragen. Dan dank u voor de inbrengen van deze motie. En kijk in de richting van het college. Ik zou het prijs stellen als de verantwoordelijk portefeuille, de heer De Vent, ook nog eens vanuit het college zijn licht erop zou willen laten schijnen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk een thema waar het veel om te doen is, waar ook recent nog stukken zijn over geschreven in de krant. Op basis zeg maar, van historische cijfers is het zo dat in 2010 9% van de kinderen in armoede leefden en in 2014 is dat opgelopen naar 12%. Dus dat is inderdaad sprake van een stijging en dat is iets wat we met elkaar natuurlijk niet zouden moeten willen. Daarom hebben wij ook in ons beleidsplan, dat we met u hebben geëvalueerd in september, gezegd dat kinderen daarin, gezinnen met kinderen daarin, ook een specifieke aandacht verdienen en krijgen. En wij zien dan ook deze motie als een ondersteuning om juist in de ontwikkeling van onze participatieregeling voor kinderen, om die daarvoor in te zetten. Want een van de te uitwerken speerpunten van ons armoedebeleid was om een participatieregeling specifiek voor kinderen en jongeren te ontwikkelen. Dus in die zin zie ik de motie ook als een ondersteuning om dat verder korte termijn te gaan uitwerken. Dus heel kort en goed, namens het college zijn we blij met deze motie. Akkoord, dat is helder. Dan stel ik voor om de motie in stemming te brengen voor zover nodig. Want ik constateer dat alle fracties deze motie steunen, dat die raadsbreed gesteund wordt. Dus ik wil voorstellen om deze motie daarmee aan te nemen en dan wordt die in uitvoering gebracht. Akkoord, akkoord, dank u wel. De motie is aangenomen. Gaan wij naar de hamerstukken van vanavond. En daar is een stemverklaring mogelijk. Allereerst agendapunt 9, het initiatiefvoorstel voor de invoering van een jeugdlintje, ingediend door de fractie van het CDA. Is er behoefte aan een stemverklaring op dit onderdeel? Is er geen behoefte aan een stemverklaring? Kunt u instemmen met het voorstel? Dat is akkoord, algemene stemmen van de aanwezigen hier aangenomen. Dat betekent ook dat dit initiatiefvoorstel in de uitvoering gaat. Dan komen we bij agendapunt 10, woningbouw. Rondom Sipkilo, woningbouw in Sipkilo, eerder over gesproken, aangegeven dat het een hamerstuk kan worden. Voor dit bijzondere moment zijn de inwoners van Sipkilo uitgelopen en zitten hier op de tribune om dit moment mee te maken, dus dat is mooi. Wellicht geeft dat ook aanleiding voor een stemverklaring door een enkele lid van u. Dat is niet het geval, dat is ook heel mooi. Dan constateer ik, dan breng ik het voorstel in stemming, kunt u instemmen met het raadsvoorstel wat voor ligt, woningbouw in Sipkilo. Algemene stemmen, dan weet je hier aan vaat. En daarmee kunnen in Sipkilo ook weer mooie stappen worden gezet. En kunt u met dat bericht terug naar huis. Dat is mooi. Agendapunt 11. De lijst van ingekomen stukken tot en met 25 oktober 2016. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening? Akkoord. Akkoord. Agendapunt 12, de rondvraag. Wilt u gebruik maken van de rondvraag? We zijn nog mooi op tijd, niet het geval. Dank. Agendapunt 13, sluiting van deze raadsvergadering van dinsdag 25 oktober 2016. Dank voor uw inbreng en voor de besluitvorming van deze avond. De vergadering is gesloten. Nog een hele fijne avond.